Dag, mijn naam is Aart, maar ik heb de halve hoek kost een half x. Nou, de kost van een half x gaat van plus min de wortel van 1 plus cos x over 2. Hoe kom je eraan? Weet de cos van 2x is 2 cos kwadraat x min 1. Als je de halve hoek neemt, dan krijg je cosinus x. Is dus 2 keer cosinus kwadraat x over 2 min 1. Dan breng je de plus 1 naar de andere kant. Dat betekent dat 2 keer cosinus kwadraat x over 2 gelijk is aan 1 cosinus x plus 1. Oftewel, cosinus kwadraat x over 2 is cosinus x plus 1 gedeeld door 2, dat volgt dan dat cosinus x gedeeld door 2, dat zijn plus of min de wortel van 1 plus cosinus x gedeeld door 2. Dus hier 1 plus cosinus x gedeeld door 2 die daar staat. Ja, die formulier. Dat betekent dus, in het algemeen, als je nx hebt, ja, dan zal dat zijn plus of min de wortel van 1 plus cosinus nx, het dubbele gedeeld door 2. Dus hier bijvoorbeeld, als je een bepaalde waarde neemt, cosinus een paar waarden, dat de worden plus of min 1 plus de waarde verdubbelen, hier cosinus 14x, dus als je bij 7x begint, en je bent cosinus 14x. Ja. Nu ga je testen voor cosinus 30 graden. 30 graden is de helft van 60. Dit is wortel 3 gedeeld door 2, en 30 is 60 gedeeld door 2. Dit is de cosinus van 60 gedeeld door 2, zou dus voor de formule moeten gelijk zijn aan plus of min de wortel van 1 plus cosinus 60 gedeeld door 2. Nu, cosinus 60 is 1 tweede. Ja, dit wordt dus plus of min de wortel van 1 plus 1 tweede gedeeld door 2. Dat wordt 3 tweede gedeeld door 2 is wortel 3 gedeeld door 4. Wat wordt wortel 3 gedeeld door 2? Wat inderdaad gevraagd is, denk over de aangewandte keer.